Trainer, was het nog lang nagenieten vorige week in Volendam? Want ik, ik proefde bij de spelers uh, dat dit uh, echt de lekkerste overwinningen zijn, zo in de laatste minuut. Ja, dat zijn ze absoluut. En uh, we hebben er ook hard voor gewerkt. En uiteindelijk ook verdiend gewonnen natuurlijk. En zeker als je de laatste minuut scoort, dan is het uh, een enorme ontlading. Uh, dus dat was uh, goed. Daar zijn we ook tevreden over geweest, uh, in grote gedeeltes. En uh, dan mag je één dag uh, genieten. En uh, daarna gaat de focus weer uh, richting volgende wedstrijd. Want er wacht weer een ja, lastige uitwedstrijd. Jazeker, dat is uh, twee achter elkaar. En, uh, uh, ook een, een uh, tegenstander met, uh, met veel kwaliteit en een formaat. Een uh, team die ook ambities heeft. Uh, dus uh, we moeten gewoon uh, wederom uh, ja, maximaal uh, zijn om resultaten te kunnen halen. Is Het een beetje vergelijkbaar, want uh, Volendam speelt heel erg één op één fysiek. Um, ja, wacht je morgen een hele andere tegenstander? Ja, toch iets anders. Wellicht dezelfde ondergrond, kunstgras, ja. maar voor zover je dat dezelfde ondergrond kan noemen. Want ze zijn allemaal, ongeacht het feit dat het kunstgras is, toch anders. Maar toch een andere, andere manier van spelen. Ga je ook nog anders spelen? Want je hebt weer wat meer mogelijkheden. Aitor komt terug, Hulsi komt terug. Het zou kunnen. We kunnen het bij ouwe laten, of we gaan twee, drie wissels toepassen. Dat kan ook. Uh, we hebben dat tijd geprobeerd in, in de afgelopen week. en uh, ja, Voor alles is wat te zeggen, zeg maar. Uh, alleen, we hebben uit, uiteraard al een keuze gemaakt voor een uh, formatie. En uh, daar zien we morgen wel. Ja, want achter Nacho staat eventueel nog een vraagteken, want die is niet helemaal uh, fit hè. Ja, dat klopt. Uh, Nacho is uh, twee dagen ziek geweest. En uh, dat zien we pas morgen. Uh, als hij morgen echt uh, goed te pas is, dan, uh, dan uh, speelt hij. Uh, zo niet, dan uh, moeten we daar een uh, oplossing voor zien te vinden. Ja, normaal gesproken um, ja, ben je nooit zo heel geheimzinnig over de opstelling, maar uh, ja, heb je nu een, een, een hele speciale troef? Ik zeur nog even door, hoor, want uh, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd. Je maakt me een beetje nieuwsgierig. Ja, begrijp ik. En je, in je vraagt ook goed door. Hartstikke goed. Um, nee, dat is, dat is echt een puzzel op het moment. Uh, uh, wat zijn de beste opties? Uh, en uiteindelijk heb ik natuurlijk de beste optie in mijn hoofd ten, ten aanzien van invulling van die positie. Maar ik wil het nog even voor ons houden. Nog één dingetje. Uh, vanochtend uh, de kennismaking met uh, de nieuwe algemeen directeur, uh, de heer Van der Kraan. Ook al uh, een handje geschud, kopje koffie gedronken. Ja, net gebeurd. Dus uh, ja, net, uh, net ontmoet. En, uh, ja, we, we kennen Paul nog van de tijd van, uh, van Vitesse. Niet ja. zo goed natuurlijk. Want, uh, en nu uh, eigenlijk uh, ja, we kennis hem gemaakt, zeg maar. En uh, welkom geheten en uh, veel succes en plezier gewenst. Ja, okay. Want jullie hebben uh, ja, bij Vitesse natuurlijk niet heel veel met elkaar van doen gehad, hè? Nee, eigenlijk eigenlijk niks. Dus Nou ja, Blanco uh, voor jou en ook voor hem dus? Ja, absoluut. Ja. En, uh, welkom. Alleen maar goed uh, dat, uh, dat hij vandaag begint en uh, dat hij gelijk een rondje maakt en uh, kennis maakt met alle mensen. En, uh, ja, dat, uh, dat is alleen maar goed te noemen, vind ik.